Het is vandaag 1 december. Precies over 3 maanden komt de allereerste aflevering van mijn tv-programma met BNNVARA op tv. Hou op! Oké, jongens, het is zover. Ik, Calvijn, YouTuber van Hollandse bodem, heb de televisiebazen van Nederland ervan overtuigd dat ik mijn eigen talkshow moet krijgen op NPO 3. Fucking mooi. Een talkshow voor jongeren, vanaf 1 maart, elke maandagavond om 9:50. Keihard. En terwijl mijn moeder me appt over hoe trots ze op me is, gaat er maar 1 vraag door mijn hoofd. Hoe de fuck ga ik dit maken? We moeten het in 3 maanden gaan fixen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb het team nog niet bij elkaar. We hebben gewoon geen eens een studio. Ik weet ongeveer wat ik wil maken. En ik vind het fucking spannend. Ik ga mezelf de komende 3 maanden volledig in het diepe gooien. Ik ga me vastbijten in dit project. Om ervoor te zorgen dat het fucking gruwelijk wordt. Dat is het enige wat ik kan doen. Let's get to work, people. Geen zorgen, ik leef nog. ik heb het alleen druk gehad de afgelopen periode. Het heeft even geduurd! Want kijk, weet je hoe het zit? Naast de host van de show ben ik ook nog de producent. Jezus God. Nou, dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor eigenlijk de hele show. Kijk, vaak worden presentatoren gewoon ingehuurd door een productiemaatschappij om een bepaald programma te gaan presenteren. Zoals bijvoorbeeld bij The Voice of Holland. Maar in sommige gevallen maakt de presentator ook echt het programma zelf. En aangezien ik dat op YouTube eigenlijk altijd al doe, voelde dat voor mij het best. Dus ik ben dus én de presentator én ik ben de producent. Dus stel je voor, het decor vliegt in de fik. 1 dag voor de opname, dan is dat mijn probleem. Een harde schijf crasht en alle beelden zijn weg. Mijn probleem. We gebruiken een liedje van Justin Bieber zonder dat we daar toestemming voor hebben. En hij stuurt ons een boete van 100.000 euro. Dan is die boete dus voor mij. Snap je? Dit betekent dus dat ik het fucking druk heb. Ik moet een studio hebben om de show in op te nemen. Ik moet een team samenstellen van mensen waarmee ik samen deze show ga maken. Dan wil ik daarnaast ook nog uploaden op YouTube. Want ja, ik kan jullie natuurlijk niet in de kou laten staan. Snap je? Lang verhaal kort, een pittige uitdaging. Maar jullie weten inmiddels dat ik daar best wel van hou. Ik zat er de hele tijd te wachten tot ik die chap kon nemen. Inmiddels is het alweer 6 januari. Dat betekent dat ik nog 2 maanden heb om deze show te fixen. Eerlijk gezegd moet ik jullie toegeven dat ik in december fucking weinig tijd heb gehad om aan de show te werken. Als het altijd komt. Toen werd ik na nieuwjaar wakker en toen dacht ik, kloten, weet je, nu moeten we het nu echt in elkaar gaan zetten. En nou, niet overdrijven, want we zijn volop bezig. De eerste taak is om het hele team bij elkaar te krijgen. Dat bestaat uit een uitvoerend producent. Dus die zorgt ervoor dat alles gefixt wordt. Dan heb je een hele team aan redacteuren nodig. Die gaan bedenken wat leuke rubrieken zijn. Dat team van redacteuren, dat zijn we nu aan het maken. Eentje is al bevestigd. Ik wilde nog 2 of 3 en die zijn er nog niet. Daar maak ik me een beetje zorgen over. Daarnaast, waar ik ook een beetje hoofdpijn van krijg, is, we hebben nog geen studio. Simpel. Het is druk in Studioland, dus we moeten ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat we nog een studio kunnen fixen. Puur het feit dat er nog heel veel dingen niet bevestigd zijn, dat zorgt wel voor hoofdpijn. Een hele goede morgen mensen. Het is 8 januari en ik ben onderweg naar de Rai. Normaal gesproken is de Rai een evenementenlocatie waar allemaal feesten worden gehouden of beurzen of whatever. Maar ja, we leven nog steeds in een pandemie, dus die hele hal staat helemaal leeg. En heel veel tv-studio's zijn allemaal volgeboekt, dus we zijn met andere opties gaan kijken. En één daarvan is dus de Rai. Ik hoop dat het een beetje vet is. Ook al duurt het nog 1,5-2 maanden voordat we überhaupt gaan filmen, wil ik die studio wel echt bevestigd hebben. Bij ramen kunnen verduisterd worden. Ja. Dit is dus één van de ruimtes. Het is heel groot. Ik wil nou niet een verkeerde verwachting scheppen dat het ook zo mega gaat zijn. Ik wil helemaal niet dat het zo groot is. Als we het hier gaan filmen, dan gaan we het enigszins een soort van kleiner maken. Dit is ruimte nummer 2. Het is weer compleet anders. Normaal gesproken is het een congreszaal. Wat dus wel zo is, als je hier gaat draaien. Hè, normaal gesproken bij tv-studio's, dan heb je van die talen balken waar je dan lampen en zo aan ophangt. Dat zit hier allemaal niet in. Dat kost weer extra geld om dat te fixen. Dus dat zijn allemaal afwegingen die ik even moet maken. Oh, hier locatie nummer 3 is dit. Conferentiezaalachtige. Ik mag eigenlijk niet te hard praten, want we moeten nog een beetje onderhandelen over de prijs. Maar ik vind deze eigenlijk wel echt nice. Iedereen kan er zitten, maar dat mag ik niet hardop zeggen. Want anders gaan ze straks deze heel duur maken en die andere minder duur. Dus het is ook onderdeel van produceren. Ja. Dit is op zich ook een interessante studio. Dat zie je ook wel. Trust en zo hangen hier dus allemaal aan. Dus dat scheelt dan weer. Nadeel is dat ik wel denk dat deze iets duurder is. Maar hij is wel fucking gruwelijk. Keuzes. Ik realiseerde me net dat ik jullie nog helemaal niet heb uitgelegd waarom ik eigenlijk in godsnaam deze show wil gaan maken.
En het antwoord is eigenlijk heel simpel. Ik hou gewoon van nieuwe dingen proberen. Op een bepaald moment besloot ik om in plaats van alleen maar video's in mijn slaapkamer te maken, om ineens naar buiten te gaan. En om te kijken of we een soort van programmaatjes kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld gekkenwerk. 12 provincies binnen 24 uur. Niet veel mensen weten dit, maar rond 2015 heb ik samen met een aantal anderen de Feed Awards opgezet. Stuk TV jachtseizoen! En dat is een awardshow. En ik dacht, nou ja, weet je, ik heb geen idee. Ik weet helemaal niet hoe dat moet. Maar het voelt gewoon lekker om dit te proberen. Dus let's go, papies. Ik heb nog nooit muziek gemaakt. Geen idee. En toen was daar ineens nu al miljonair. Ook gewoon maar omdat ik dacht, ah joh, lijkt me gewoon leuk om te proberen. 2 jaar later was daar de missie. Lang verhaal kort, eens in de zoveel tijd doe ik iets wat zeg maar een beetje buitengeen is wat mensen van me gewend zijn. En dat vind ik gewoon leuk. Daardoor blijft het voor mij interessant en een soort uitdaging. En dan denk ik, ojo, ja, misschien gaat het wel helemaal fout. Of misschien gaat het wel helemaal goed. Maar ja, prima. En dat zorgt er gewoon voor dat ik nooit stil kan zitten. En dat is eigenlijk waarom ik dit wil doen. En dan hoor ik jullie allemaal al denken, Kalfijn, ga je nog stoppen met YouTube? Nee, geen zorgen, geen stress. Komt allemaal goed. Blijf gewoon YouTube maken. Het gaat gewoon naast elkaar bestaan. TV toch helemaal niet nodig, man, doe je dit? Dat klopt ook. Ik heb op zich tv niet nodig. Het enige wat ik nodig heb is paprika's en nee, op zich heb ik tv niet nodig, maar ik vind het wel gewoon leuk om te experimenteren en om te kijken of dit wat voor me is. En het enige wat ik kan hopen is dat jullie me supporten en ik wilde jullie in ieder geval even uitleggen waarom ik dit ga doen. Bij deze, altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een project van deze omvang maak je niet alleen. Daar heb je een team voor nodig. Dus heb ik de afgelopen dagen, wat zeg ik, weken, alleen maar met mensen gesproken die eventueel aanhaken in het team. Nou ja, en dat doe je dan door sollicitaties te doen. Dus hetgeen wat ik het meest heb gedaan de afgelopen dagen is sollicitaties. Nou, nog een sollicitatie kan er wel bij. Misschien moeten we nog 1 sollicitatie doen. Kijk, en vaak is het zo dat de persoon die je spreekt, dat ze dan wel goed zijn, maar dat ze bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn, of dat je er niet uitkomt met z'n beiden. Maar af en toe zit er iemand tussen waarvan je denkt, nou, dit zou nog wel eens wat kunnen worden. Wat we gaan doen en ook even hoe jij eventueel in het team zou passen, ja of nee. En dan wil ik morgen gewoon even met je bellen. En we spreken wel morgen. Hey. Yo. Ja, wel nice. Ik had niet verwacht dat ik zo leuke dingen zou horen. Maar hij is wel verrast uit de hoek gekomen. Ja man, zeker ja. Het team is bijna compleet, we zijn er nog niet. Maar het begint ergens op te lijken. Dus daar word ik blij van. Producent hebben waar je in kan laden, waar je nog eventjes wat kan spotten, weer terug kan gaan. Als producent ben ik ook vooral bezig met het geld. Money. Saaf. Doekoe. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet te veel geld uitgeef? Niet het leukste gedeelte, sterker nog, het is vaak fucking saai. Maar dat gaat misschien duurder zijn, dus ik zit constant een beetje met een marge. Zit je dan om 11:30 s'avonds te bellen over dit? Kom je uit op een post van 15.000 euro. En dit? Mocht de studio boven die uitkomen. Stel dat er dan 5.000 euro overblijft, 3.000 euro bespaard. Klinkt ingewikkeld, hè? Alright, another day in paradise. Halverwege januari. We hebben nog steeds geen studio. We hebben wel bijna een studio. Als morgen blijkt dat het licht niet meer dan gaat kosten, dan hebben we een studio. Als het licht meer dan gaat kosten, dan gaan we over het budget heen. Dan hebben we wel weer een probleem. Dat zien we morgen wel. Er komt een intro bij de tv-show. Met allemaal dingen. Grafische vormgeving, letters, allemaal gekkigheid. En op één stuk is mijn hoofd van belang. En dan gaat die open en dan komen er allemaal dingen uit. En we hebben daar net de opnames van gehad. Ik denk toch wel de meest ingewikkelde opnames die we ooit gehad hebben. Denk het goed? Een stuk of 30 takes. Maar hij zit er sowieso tussen. Hé, hey, de Calvijn Show, hè Michael? Wat vind je daar nou van? Ik vind het spannend. Ik ben benieuwd hoe je het gaat doen. Ik ook. Ik ben benieuwd of VV bij je past. Maar wat je tot nu toe hebt laten zien, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, wij hebben ook samen de pilot gemaakt. Lang, lang geleden in coronatijd. Leg eens uit hoe dat ging. Jij belde op van, hey, ik heb een idee. Nou, toen ben je naar mij toegekomen. Zijn we hier in de straat wat dingen gaan opnemen? Ja, en dat kan ik wel even laten zien. Dat zag er ongeveer zo uit. Heb jij een piek van 1,50 meter? Nou, ga je 1,50 meter afstand houden in je bed met jouw vriendin? Nou ja, het zal wel moeten. Veel plezier. Oh, want je hebt het gratis gedaan. Ja. En toen heb ik gezegd, oké, ja, als ik dan verkoop aan een zender, dan ga ik jou ook betrekken bij de tv-show. Ja, nu moet ik jou ineens een rol geven. Kutzooi. Je moet niet altijd je handje op willen houden, vind ik. Ik vind het ook leuk om te doen. Daarom. Het is geen werk. Ik vind het wel werk. What up, boys and girls? Ik moet jullie even het een en ander uitleggen. Als we even een tekeningetje maken, dit is de tijd die ik heb. En dit is de tijd die ik besteed aan YouTube. Dat is bijna alles, normaal gesproken. Maar nu omdat de tv-show erbij komt, is ineens de tijd die ik aan YouTube kan besteden, is ineens zo. En ik moet oppassen dat niet straks de tijd die ik aan YouTube besteed, zo wordt. Dus ik moet ervoor zorgen dat dit niet gebeurt, maar dat het gewoon netjes in balans is. Bijvoorbeeld zo. Zodat ik een gedeelte van mijn tijd besteed aan YouTube, maar ook een gedeelte van mijn tijd besteed aan de tv-show.
Zodat we straks en een vette tv-show hebben. En we hebben ook nog gewoon leuke video's op YouTube. Hey, hoe de fuck gaan we dit doen, jongens? Ik ga even Roshan bellen, uitvoerend producent van de tv-show. En ik ga even met hem uitleggen hoe ik dit zie. En ik ben benieuwd wat hij erop te zeggen heeft. Ik wil niet dat het team van de tv-show denkt, nou, die Calvijn die heeft weinig tijd. En dat de club aan de YouTube-kant denkt, ja, die content wordt er ook niet echt beter op. Want Calvijn zit met zijn halve hoofd bij die tv-show. Dus dat is wel mijn grootste uitdaging nu, maar daar gaan we wel een oplossing voor vinden. Ik vind wel, okay, weet je wel, ik vind het goed dat je daar in ieder geval een soort van keuze in voor gaat maken voor jezelf. Want ik denk namelijk dat deze tv-show misschien nog meer van je gaat vragen dan dat je voor ogen hebt. Zeker ook omdat je wilt gewoon perfect doen. Dus ik zou gewoon die volle focus daar ook op zetten. Maar ik ga ook op een gegeven moment, dan ga ik een beetje met mijn tijd in de knoop komen. Omdat ik het moet gewoon op de redactie en de eindredactie, ja. Die komt gewoon bij jou te liggen daarin. Voel dat aankomen en daarom heb ik nu zoiets van, volgens mij moet ik deze knopen gaan doorhakken. Why? Yo. Hey, Kelly, jongen. Yo. Ik ben heel even bezig geweest met alle studiozaken. En we zijn natuurlijk wel lekker rond gaan kijken, maar we zitten wel even met het probleem, Dick. Alle studio's die we gezien hebben zijn namelijk of niet beschikbaar, of veel te duur.